Hallo Big Legion en welkom bij een nieuwe video van Forza Horizon 3. En ik denk dat je al een beetje kunt gokken wat we gaan doen. Ik heb er in de vorige video's ook al over gehad. We gaan namelijk wat Fast and Furious auto's doen. Maar ik had ook in de comments gelezen dat jullie liever nog iets meer afwisseling zagen toch qua races. Dus de eerste planning was om alle auto's te behandelen in één keer. Dat ga ik nu iets verspreiden. Volgende video zal wel meerdere auto's tegelijkertijd zijn, maar voor nu gaan we ons puur focussen even op Tokyo Drift. En we gaan alleen de Lancer tunen. En vervolgens gaan we er even wat mee rondrijden. En het fijne aan de Lancer is dat je hem zowel voor asfalt als off-road kunt gebruiken in principe. Dus we gaan ook gewoon even verschillende races doen. We gaan nog even een straatrace doen. En gewoon even wat rondrijden en wat challenges doen. Want ook die challenges zijn heel belangrijk, anders lok je geen straatraces. Dus dat is een beetje de planning. Om het toch nog wat gevarieerder te houden voor jullie. Want ja, als je het niet heel leuk vindt om te kijken, dan heb ik er natuurlijk ook niks aan. Dat is ook een beetje zonde van mijn tijd. Ik hoop dat we een beetje zo kunnen maken als die van de Fast and Furious. Het gaat moeilijk worden. Laten we het daarop houden. Ik heb gekeken bij alle parts. De parts komen al niet helemaal overeen met de echte auto, zeg maar. En de liveries kan ik ook niet vinden. Sowieso is die search functie volgens mij een beetje kapot. Want gauw als ik iets opzoek, dan krijg ik gewoon geen andere liveries te zien. Het is alleen de recommendations die zij hebben die ik zie. En daar stond hij niet tussen. Dus helaas krijgen we niet de stickers enzovoort op de auto. Dat zal sowieso wel mislukken. Voor de rest, hij rijdt wel lekker. Hij is gewoon heel traag natuurlijk. Maar hij rijdt wel goed. Veel grip. Ja, eigenlijk niks, geen probleem mee met de hele auto. Het is wel leuk denk ik juist om stok mee te rijden zelfs. En wat races doen. Vooral nogmaals voor... Oh, kut. Voor wat... Het zou ook geen Subaru zijn trouwens. Tegen ons aanknalt. Gewoon voor wat meer afwisseling. Voor jezelf als je deze game speelt ook. Je kunt alle auto's wel volledig gaan tunen. Maar dan zit je altijd in de S2-klasse of de X-klasse te racen. En dat wordt saai. Dat wordt echt heel erg saai. We gaan trouwens even een Subaru uitdagen. Ik zag hem aankomen rijden. Dus die pakken we even mee. Hier langs gewoon vol gas. Lensetje. Deze heeft namelijk zo'n credit ding boven zijn hoofd staan en hij rijdt keihard weg trouwens. Dit wordt nog interessant. Dan pakken we dus gelijk een head-to-head mee voor punten. Dit wordt sowieso een hard denk ik. Oh, medium. Valt mee. Nou ja, zullen we even zien dan. Maar dan pakken we dus gelijk een head-to-head mee, wat helpt voor de straatraces. En we hebben extra cash, wat ook altijd helpt met alles en nog wat. De auto zelf is niet zo heel duur, maar als het goed is krijg ik nou... Door deze race te doen al wel genoeg cash weer terug dat ik eigenlijk de auto er al uit heb. En voor de rest heb ik natuurlijk alle upgrades weer gratis. Dus daar prima. Ik maak gewoon winst op dit moment. Dus dat is natuurlijk ideaal. En we zijn er ook alweer bijna. Die races zijn altijd heel erg kort. Dat vind ik eigenlijk wel jammer. Voor mij mogen die head-to-heads ook wel een keer 5 kilometer zijn ofzo. Het is voor mij altijd een beetje 2 kilometer. En dat is redelijk snel voorbij. Dat is gewoon spijtig. Turn left. Ik wou ermee driften al, maar ja. Zoals je zag ging het niet helemaal goed. Deze auto heeft echt behoorlijk veel grip. Stok al. Dus dat is wel heel fijn. 46.000 cash erbij. Ook heel fijn. En we nou ook nog een level up? Of niet? Volgens mij niet. Nee, volgens mij niet. Anders had hij het wel gezegd. We moeten nog 3 head-to-head races winnen om weer nieuwe straatraces te unlocken. En bij het laden enzovoort krijg je altijd van die info dingen. En daarbij stonden we 8 van de 16 hebben gehad. Dus we zitten op de helft van alle straatraces. Dus zo heel veel zijn er niet eens. Wat dus ook inhoudt dat we zeer binnenkort alweer een nieuwe Midnight Battle hebben. En ze weer een nieuwe auto kunnen winnen. Ik ben erg benieuwd of het nog een keer wat beter wordt dan een Buick en een oude M3. Het is te hopen, maar... Ik denk dat het wel een beetje in de crappy auto regio blijft, helaas. En sowieso waarschijnlijk de bodykit auto's. Want de M3 was een bodykit auto en die Buick is dat ook. Dus ik ga ervan uit dat die andere twee dat ook zullen zijn. En dat juist een beetje het idee is ook van die straatraces. Maar dat is een klein gokje. Ik kom er op 1 manier achter en dat is door die straatraces te doen. En de Midnight Battles. Maar ja, laten we deze auto gaan tunen.
En daar hebben we hem dan in zijn volle glorie. Nu kunnen we er even mooi omheen kijken voordat we hem getuned hebben. En ik vind het een vette Lancer. Ik vind de Lancer sowieso altijd wel mooi. Ook de nieuwe types van de Lancer vind ik mooi. En hetzelfde met de Subaru. Ze zijn heel mooi om te zien. Ze zijn heel snel, rijden goed. Alleen persoonlijk voor mij, zeg maar, qua interieur en de rest is het totaal niet iets. Maar voor de prijs, zeg maar, en performance ratio zijn het echt geweldige auto's. Want je krijgt er echt heel veel voor terug, qua kracht enzovoort natuurlijk. En ja, wij gaan hem even aanpassen naar een Fast and Furious stijl. Zal niet heel veel aangepast worden. Aangezien er niet al te veel upgrades zal zijn, helaas. Ik weet ook niet of we een engine conversion gaan doen. Ja, dat weet ik. Dank u voor de free perk. We kunnen er een V8 in zetten. Maar zoals je ziet, topspeed gaat al omlaag. Turbo Rally kunnen we doen. Maar denk ik ook zo van meh. Ik denk dat we hem gewoon lekker stok houden. Ik wil er wel de drift versie van maken. Dus vandaar dat we wel met achterwielaandrijving gaan. In plaats van all wheel. Het zal een beetje wennen zijn misschien voor de Lancer. Maar hij heeft gewoon pech gehad. Dit ziet er niet uit als die uit de film. Dat ook niet. Dit lijkt er al wel wat op. Maar ook niet helemaal. Dit lijkt er wel veel op. En de Forza bumper lijkt er ook niet op. Ik denk dat het deze moet worden. Het is niet helemaal gelijk aan die in de film. De voorkant wel. De grill, zeg maar. Mitsubishi logo. Die twee streepjes eronder. Dat allemaal wel. Dat aan de zijkant dan juist weer niet. Dat die luchthappen, zeg maar, onder de lampen. Maar ik denk dat deze het meeste overeenkomt. Ik heb ook foto's nu op mijn linkerscherm op dit moment staan. Zodat ik het een beetje kan vergelijken. En dit lijkt het meeste erop. Ook al is het niet echt een gelijkenis, zeg maar. Dus even kijken wat voor geweldige... Oh my fucking god. Geweldige spoilers we hebben, wou ik zeggen. Maar ik kwam nog niet eens bij het woord spoilers. Of ik kreeg dit al te zien. Het is wel cool dat er een band op het dak is voor rally. Maar echt, die spoiler is zo lelijk. Deze vind ik ook niet mooi, is te lomp. Oh my god, alleen dat ding zonder band. De standaard Forza spoiler. En helemaal niks. Dan gaan we voor de standaard Forza spoiler, die lijkt er ook het meest op. Is nog een beetje fatsoenlijk ook. Nooit gedacht dat ik dat zou zeggen van de Forza spoiler, maar hij past hier nog wel bij. Doe ik even. West. Forza. Dingen. Val me trouwens op, dit is de standaard uitlaat. Dit is de standaard uitlaat. Nou zet ik er een andere bodykit op. Of een andere bumper, sorry. Andere achterbumper. En de uitlaat verandert, soort van. Maar de uitlaatpijp die de standaard zit, die blijft erin zitten. What the fuck. Dus je ziet dit wel. Die hele lompe pot, zeg maar. Die loopt precies gelijk met die nieuwe uitlaat. Maar toch hebben ze eigenlijk het oude uitlaatblok erin gezet. Dat wordt niet veranderd. Dat is gewoon in principe een glitch in de game. Naar mijn mening. Dit slaat nergens op. Maar oké, we hebben een keuze uit twee dingen in principe. Want er zit natuurlijk wel zo'n uitlaat op de auto. Ik denk dat we voor deze gaan, de West. Ik denk dat die een beetje overeenkomt. Ook niet helemaal, de achterkant is normaal glad enzovoort, maar doe maar. Even kijken, wat hebben we hier? Ik denk deze. Sierra's, ja, waarom niet. En dan hebben wij de motorkap nog. Dat lijkt er niet op. Dat sowieso niet met rallylampen. Nope, dat ook niet. Ook niet met een slurf en een roof scoop. En dit is alleen met de roof scoop. Oké, dan gaan we gewoon voor de stok motorkap. Ja, ja. Een stok motorkap. Dat is de beste keuze. Het is wat. Voor grip. We gaan niet voor offroad. We maken er een driftding van natuurlijk. Dus voornamelijk op het asfalt. Dan eens even kijken met de velgen. Normaal zijn dat... eens even kijken. Ik weet niet precies welke velgen het zijn. Volgens mij meer dit. Als ik het goed heb. Hier lijkt het wat op. Niet al te veel. Maar het heeft er wat van weg. Alhoewel, ze kunnen het nog wel zijn. Als ik het zo bekijk. Nogmaals, ik heb de foto er dus naast. Ik denk dat dit wel redelijk overeenkomt. In ieder geval qua spaak zijn eigenlijk. Dus pakken we dit wel even. De kleur passen we natuurlijk allemaal nog aan. We zullen ze heel iets groter maken. Dat hebben ze namelijk in de film ook. Ik denk 18 inch voor nu. Dat is wel helemaal prima. Niet dat we het echt zo goed kunnen laten lijken op het origineel sowieso. Dus qua dat, waarom doe ik moeite? Maar het is wel vet om hem natuurlijk in je garage te hebben. En dat is ook het hele ding.
waar ik het gisteren ook even over heb gehad. Dat is in principe een beetje de endgame van Forza Horizon. Gewoon van alles kopen, upgraden en weet ik het wat. En dan heb je gewoon een coole collectie in je garage. En dat heb ik straks zeker. Met al deze beelddingen. We hebben wat persoonlijke dingen. De boot, de Clio. Die soort van hot rod en weet ik het dan wat. Dus dat allemaal bij elkaar. Dat is op zich best een leuke collectie naar mijn mening. Ik zit even te kijken of er wel of geen rolkooi in zit. Volgens mij wel. Ik zal bekijken. Ik dacht ook van wel, maar... Het is lastig te zien. Ze hebben heel weinig foto's hier van het interieur. We gaan gewoon voor een rol... Oh, we gaan voor een rolkooi. Ik klik het verkeerde ding aan. Zo. Zullen we kijken. Dan de motor nog tunen. Zullen we kijken hoeveel pk we hieruit kunnen persen. Het gaat op zich lekker, qua power. Helemaal voor de stokmotor. Zeker niet slecht. Turbo upgraden. Dat zal ik nog wel helpen met de speed, denk ik. Yep. Mooi, mooi. De speed op zich is niet heel hoog. Dat valt nog wel mee, maar... Zolang de rest maar goed is natuurlijk. Dat is het belangrijkste. We zitten echt precies op 900. Holy crap. Dat is netjes afgemeten. Install setup. Yes, I know. Gratis. Dank u. Yep. Bedankt. Hij lijkt er een beetje op. Het belangrijkste ding is een goede livery, zeg maar. Een paint job. En het probleem gaat zijn dat we die waarschijnlijk niet kunnen vinden. Omdat de search niet werkt en recommended designs niet die ontwerpen geeft. Kijk, maar die geeft dingen zoals dit. En dat lijkt er niet op. Maar er is misschien een hoop. Alsjeblieft. Nope. Nope, nope, nope. Denied. En dan kun je dus search doen. En dat kunnen wij hier niet volgens mij. Nee, dan moeten we echt hier weer naartoe. Dan ga je naar search. En dan heb je je description. En ook al doe ik gewoon search. Hij laat niet alle dingen zien, voor zover ik weet. Ah, nu wel. What the fuck? Waarom laat je nu wel alles zien? Of dit is gewoon hetzelfde wat we net hebben gehad. Maar ik hoop dat hier één tussen zit. Want ik had eerst gezocht op Fast en Fast and Furious. En weet ik wat qua tags. En FF zeg maar. En FNF. Er zijn zoveel tags die je kunt invullen. Maar geen enkel resultaat. Dus dat is kut. Maar hopelijk is er iemand die het heeft. Misschien staat het ook nog bij mijn Forza Horizon 2. Skins, want volgens mij kun je daar ook nog naartoe. Want die wraps die heeft hij allemaal overgepakt. Dit lijkt erop. Ik vind het goed tot nu toe. Ja, het is niet helemaal geweldig, maar het lijkt erop. Fuck it. We gaan ook niet heel lang ermee kloten natuurlijk. Als het er maar een beetje op lijkt, vind ik het al helemaal prima. Voor nu. En dit is hem dan geworden. Ik vind hem op zich wel goed gelukt. Het is niet je van het, de velgen kloppen niet. Qua kleur... Sowieso, de livery is niet helemaal geweldig, zeg maar. Er mist wel iets. Maar ik vind het een goede poging. Ook omdat we de parts niet helemaal hebben. Het zijn niet exacte onderdelen die op die auto zitten. Vind ik het een goede poging. Goed gelukte poging ook. Gewoon met de dingen die we konden gebruiken is het wel gelukt. Het is sowieso herkenbaar, laten we het daarop houden. Het is herkenbaar als de Fast and Furious Tokyo Drift Lancer. En dat is de bedoeling voor de rest. Hij drift ook zeker. Je kunt er wel goed mee driften. Je kunt ook gewoon fijn corrigeren tijdens het drift. Dus stel er komt een auto aan, dan kun je het toch nog wel makkelijk ontwijken in principe. Dus dat is allemaal heel erg goed. Het geluid is wat minder naar mijn mening, maar ja, weinig aan te doen. De turbo is dan wel weer leuk, het fluitje dat je af en toe hoort. Oh, en je moet af en toe uitkijken dat je dat niet doet. Want dan verneuk je natuurlijk je drift. En het is een beetje de grenzen opzoeken van de auto natuurlijk. Dat geldt voor elke auto. Bij de ene is het wat makkelijker dan bij de andere. En die auto mocht wel even doorrijden. Kut Mercedes. Ik vind dat echt lelijke Mercedes ding met hem. Zo in totaal ander verhaal. Het driften gaat dus wel goed. Daarvoor hadden we hem natuurlijk gemaakt. Maar we gaan nou ook even wat races doen. Als ik tegen deze muur tot stilstand ben gekomen. Dus ik ga even een leuke race uitzoeken. Misschien nog wel wat combineren met dirt erbij. Het zou cool zijn. Kijken hoe die daarop reageert. Dus ik zie je zo meteen weer bij een race.
En dan gaan we dan van start tegen allerlei Subaru's. En ik kon ook kiezen uit onze Subaru die we hebben. En het viel me op dat hij exact hetzelfde aantal punten heeft als deze Lancer. Dus dat vond ik wel heel apart. Allebei 900 punten. En als het goed is die ook volledig upgrade. Dus ik weet niet of dat een beetje expres is gedaan. Zo van, dan kunnen mensen niet zeuren van, oh, die game zegt dat de Subaru beter is. Want dat is altijd zo'n beetje een strijd geweest tussen mensen. Subaru of Lancer, zeg maar. Net een beetje Xbox en PlayStation. Dus ja, viel me gewoon op. Was allebei 900 punten. Voor de rest, hij rijdt wel lekker. Zeker wel. Heel even iets wennen, maar... Want bij een race is het altijd anders dan Freeroam. Ik heb het al vaker over gehad, maar dat merk je echt keer op keer. Het is een fijne baan. Het is een circuitbaantje, dus drie laps. Hij wil natuurlijk nu iets meer driften, maar af en toe kan dat juist fijner zijn dan met een vierwiel aangedreven auto. Want zoals nu, we houden iedereen wel bij, ondanks dat we een beetje aan het driften zijn. Dus dat is zeker niet slecht. Aan de kant, dank u. Kom op, gas, gas, gas. Mooi, zij remmen allemaal iets voor iets wat niet hoeft. Dus even kijken of we, yep. Even kijken of we een drift ervan kunnen maken. Het is wel vet om te doen eigenlijk. Wel leuk. Het is wel een fijne auto om te rijden. Zeker nog wel een aanrader. Maar de Subaru was ook heel erg fijn. Voordat ik ook gezeik krijg van meh. Je zegt dat de lens een betere is. Nee, ik vind ze allebei even goed. En dan meen ik ook echt gewoon serieus. Ze hebben allebei hun eigen ding. En zijn goed op hun eigen manier. Maar deze Lancer rijdt zeker fijn. Vooral met achterwielaandrijving. Het is wel leuk om de bochtjes door te driften. Daarvoor hadden we hem natuurlijk ook gemaakt. Een soort driftbeeld van Tokyo Drift af. En dat is zeker gelukt. Dus dat is voor mij ook leuk natuurlijk om te zien. We gaan zometeen denk ik even een straatrace proberen. In de nacht dus tegen allerlei geweldig goede auto's. Of hopelijk voor het Super Transit en de Honda Civic en weet ik het wat. Ik ben benieuwd welke van de twee het gaat worden. Maar dan kunnen we eens even kijken of we kunnen gaan winnen of niet. En dan komen we ook steeds weer een stapje dichterbij. De Midnight Battles. Waar ik ook nog naar uitkijk. En dat gaan we sowieso nog afmaken voordat deze serie in principe eindigt. Kan zijn dat ik heel af en toe nog eens een keer een video ga uploaden trouwens. Maar niet zo echt als serie achter elkaar, zeg maar. Want ik heb het er al vaak over gehad van, nou, Mafia 3 begint natuurlijk als serie. Maar kan zijn dat ik af en toe een keer iets doe, of juist met een DLC als dat weer uit is. En met mijn nieuwe auto's, dat ik dan wat laat zien. Dus ik zal vast nog wel een keer weer iets aankomen na deze serie van Forza Horizon 3. Dus niet getreurd. We hebben in ieder geval gewonnen nu en we gaan eens even kijken bij de straatrace. En dan gaan we dan met een Byron Bay straatrace. De laatste die ik ook had. Dus ik moet eerst weer wat 1v1's gaan doen om nieuwe te unlocken. En we gaan eerst even deze auto's inhalen als dat allemaal wil. Oh, kut. We worden echt gewoon de bocht doorgedrukt bijna. Ze zitten elkaar ook af en toe beuken. Goed bezig. We moeten opletten dat we niet te hard driften. Oh, dankjewel Camaro. Dank u. Maar ik vind het idee wel heel erg goed eigenlijk. Dat je eerst dus die 1v1's moet doen, wat in principe illegale straatraces zijn. Om de grotere races te unlocken. Gewoon een simpel iets, maar het werkt wel werkt goed. Dus dat moet ik sowieso nog even gaan doen natuurlijk, om meer van deze races te unlocken. En ook om uiteindelijk dus die Midnight Battles te unlocken. Voor de rest de Lancer, ik moet heel goed erop letten dat hij niet wegslipt. Want dat vindt hij wel leuk om te doen. En waarom rij jij zo godselangzaam, jongen? Achterlijke Mercedes. Fokken aan het opjes niet kunt rijden. Echt, want die rijdt zo fucking langzaam en die slingert dan over de weg. Wat een kutvolk. Af en toe. De tegenstanders sowieso zijn een beetje apart. AMG GTS, Ferrari. Tegen een Lancer. En ook nog een bak Mono daarvoor. The fuck game. The fuck. Remmen, remmen, remmen. Oh, de brug. Kijk aan. En dat is niet in ieder geval de reference van Too Fast and Furious met shit the bridge. Want dit is niet de brug die omhoog staat. En we zitten niet in een skyline. Dus ja, laat maar. Het zou wel kunnen. Oh fuck. Dit is het driftparcours waar we 80.000 punten moesten halen met de BMW toen. En dat is toch niet gelukt helaas. We kwamen een paar puntjes tekort. En nou rijden we er lekker hard overheen met de Lancer. Wat wel weer een stukje beter werkt dan die BMW voor mijn gevoel. Dus misschien moet ik die challenge nog een keer proberen met de Lancer. Aangezien deze ook wel lekker drift.
Dus dat zal wel fijn zijn. Oeh, ik zou lekker driften. Dan moet je vervolgens niet gaan driften, vriend. Zo komen we niet bij de finish. Als eerste. Dit was heel extreem remmen. Dat was een beetje te misschien, maar... Moet goed komen. Acceleratie zit denk ik wel mee. De rest... zit een paar snelle tussen, maar moet goed komen. Dit moet goed komen. Zo heel ver is het niet meer. Ja, yep, we hebben gewonnen. In 3, 2, 1. Bam. Lekker. Maar dat was dan ook het einde van deze part. Ik hoop dat je het heel erg leuk vond. Als je het leuk vond, vergeet niet even te liken. En ik zie je wel weer in de volgende part. Laters.